maakt natuurlijk wel heel veel herrie en heel veel mensen gebruiken hem ook. En mensen gebruiken hem ook lang en veel. Bladblad lijkt heel erg efficiënt, maar je blaast vooral bladeren van A naar B. De tuinen die wij hier hebben, hier in Ellecom, daar kun je prima af met een hark. En dat is goed voor de conditie. Het is stil. En qua tijd denk ik dat het helemaal niks uitmaakt. Ik denk dat het met de hark zelfs sneller gaat. Met name in de perkjes, het blad kan daar gewoon blijven liggen. Het is ook heel goed voor de grond, het is goed voor de compost, het geeft ook beschutting aan de planten. Het geeft ook beschutting aan de diertjes die daar zitten. Wij hebben inderdaad aangeboden dat als mensen nou echt die bladeren weg willen hebben van een stoepje, en dat begrijp ik ook wel, en ze zeggen nou dan willen we gewoon dat het weggeharkt wordt, ik kan dat zelf niet. Dan komen we helpen. Uiteindelijk is dan aan de mensen zelf of zij besluiten om niet langer te blazen of te gaan harken. Of te zeggen ik kan niet harken, dus ik vraag dat actiecomité om dat voor mij te gaan doen. Uiteindelijk is het doel alle bladblazers Ellecom uit. Eerst die, ja. Ja, alle bladblazers de wereld uit te beginnen in Ellecom.